Net aan het einde gekomen van de 46e Fokdag in Kootwijk onder prachtige weersomstandigheden. De afsluiting was net op tijd, want de kampioen was de baan uit en toen begon het te regenen. De Fokdag die kenmerkt zich met een goede top, met name ook bij de Merrievullers, waar 8 eerste premies waren en waar de mooie gelijndheid en de rastypischheid opviel. De oudere merries en met name de 3-jarigen, daar hadden we 11 stermerries. En met 3 eerste premies. En de eerste premiemerries, dat waren merries die zich kenmerkten door goed gelijnde merries en met name opvallend goed in beweging. In de breedte viel de kwaliteit bij de 3-jarigen een beetje tegen. Bij de oudere merries, daar hadden we een schitterende kampioene. 4 deden mee aan de kampioenskeuring, waarbij nummer 106 het kampioenschap op een prachtige manier verdiende door haar model en een goede manier van beweging. Nummer 104 werd daarbij de reservekampioen en die ook opviel door mooie statuur en met veel actie in de benen en met een mooie balans van draven. De kampioen, de algehele kampioen, is geworden de merrie nummer 67, een Johannesmerrie die opviel door een schitterend silhouet, heel mooi in het Friese type, die goed kon stappen en goed kon draven, maar met name de balans en de opwaartse manier van beweging zeer positief opviel. Einde van een Fokdag, de 46e Fokdag, met zeer goede kampioenschappen, wat een compliment aan de Fokvereniging waardig is.